Meneer Staal, een grote brand. Wat kunt u vertellen over het verloop? Nou, we kregen een uurtje geleden melding in eerste instantie van een schoorsteenbrand. Maar die werd al vrij snel opgeschaald naar middelbrand. Omdat er omwonenden melden dat de kappel in de brand stond. Hebben we de post Megen, Raafstein, de post Os met de hoogwerker en de post Zeeland met het groot watertransport. En daarnaast nog post Hees met een waterwagen en de post Uden met een waterwagen. Hoe lastig was het om de brand te bestrijden? Op zich viel het wel mee, want een gelukkige vrijstaand pand met een rieten kap. Omdat de brand er al zo ver in zat, hebben we vrij snel gekozen voor het gecontroleerd uitlaten branden van het pand. En ervoor te zorgen dat de blendende percelen nat gehouden werden en dat die niet mee zijn gegaan in de brand. Dat is gelukt. Waren er nog mensen in de woning toen de brand uitbrak? Het was in het begin even onduidelijk. Ik heb begrepen van omwonenden dat die aangeklopt hebben. Volgens mij hebben ze de achterdeur ingetrapt en gekeken nog even heel snel of er iemand in huis was. Dat was niet het geval. Ze hebben nog wel een hondje uit een bench kunnen halen. Toen zijn ze snel weer naar buiten gegaan.